Hallo, het is nog zaterdag en bijna 12 uur. En we zitten in de bus naar Malaga. Want het is spring break en we gaan op vakantie. En sommige mensen zijn er al, sommige mensen komen later. Maar ik ben met Caro. En, de beste. En we gaan nu eerst nog naar Malaga, een paar dagen. En daar gaan we naar Sevilla. En nu zitten we in de nachtbus. En, we zijn heel benieuwd hoe het wordt. En het is fucking heet hier. En hier. En we willen graag... En we willen graag Temptation Island kijken. Maar we weten niet of de wifi goed werkt. We gaan het meemaken. Oh, ik liep op de hoogte. Goedemorgen, het is 7 uur 's ochtends en wij zijn gearriveerd. Het is nog pikken donker en we hebben geen idee waar we naartoe moeten. Want de Airbnb'en kunnen pas om 1 in en ja, geen idee waar we zijn. Dus we gaan nu maar een beetje richting het strand lopen. En misschien kunnen we daar nog tussen ons opgang zien. We hebben de hele dag eigenlijk een beetje op de strand gelegen. Het was heel relaxed. En Malaga is best wel klein en best wel ook een rijke stad. Dus gewoon door rond te lopen heb je alles al gezien. Dus dat is heel erg chill, want eigenlijk hoeven we dus helemaal niks. En we zien alles en we kunnen optimaal van de zon genieten. En ik ben ook al echt wel weer bijgekleurd. Kijk, dit zijn mijn benen. En we gaan morgen nog naar het strand en overmorgen ook. Dus gewoon een beetje relaxen. En zometeen gaan we bij een saladebar lekker eten. En daarna nog een drankje doen in de gezellige straatjes hier. Dus dat is een beetje de planning. Yes. Oh my god, I can't wait. Ik lig in bed. Na het uit eten waren we gewoon naar huis gegaan. Want we waren allemaal best wel moe. Want Caro en ik hadden maar ongeveer een uurtje geslapen in die bus. Omdat het gewoon echt helemaal poep was. Dus toen hebben we gewoon lekker thuis even gechilled. We hebben Nelly en Daphne geïntroduceerd met internetgekkies. We hebben de compilatie gekeken. En nu gaan we lekker pitten en morgen weer lekker naar het strand. Wij zijn wakker geworden en hebben lekker ontbijt. Daphne, where are we going? We're going to the Malaga beach today. Yay! We got ourselves a nice tan. And we're gonna be golden by the time. Yeah, when we arrive home. Exactly. It's gonna be so good.
so much better than I expected, yeah. But the waves were so strong. I thought I was gonna like just crash every time. Gisteren durfden we er niet in omdat we dachten dat het te koud zou zijn, maar het is echt super lekker. Wij gaan lekker eten. Een pastaatje. Het is 1 uur en wij zijn weer thuis. Misschien hebben jullie wel op de vlog al gezien dat je heel veel soort van heilige shizzle ziet. Maar het is hier Semana Santa en dat is de heilige week. En dat is een soort van festival in Spanje. En dat is de week voor Pasen. Dus daarom zie je de hele tijd zulke processies op de straat en veel heilige dingen. En ook die koekoeksklan hoeden. Dat heeft de koekoeksklan dus van... dit ding afgejat. Dus dat geeft wel een hele nare associatie met Semana Santa. Maar zeg maar het idee erachter zelf, achter de week, is wel heel mooi. En Malaga is echt way trendier dan we dachten. Want toen we hier aankwamen was het echt heel erg industrieel en zo. Maar nu zijn we naar, zeg maar, we zitten met onze Airbnb midden in het centrum. En er zijn heel veel trendy cafeetjes, barretjes, een beetje alternatieve dingen. Dus dat hadden we helemaal niet verwacht. Want bijvoorbeeld in Segovia en in nou, Madrid is ook wel een beetje trendy. Maar het is vooral een beetje bruin café hier allemaal. Maar in Malaga dus echt totaal niet. Dus het is echt heel erg leuk om hier gewoon lekker te borrelen en te uiteten. Dus dat is wel echt heel erg leuk aan Malaga. Team breakfast is getting ready. Yay! En hebben lekker gegeten en liggen nu lekker in bed. Asian, trying the new photo skills. Ik heb Daphne geleerd dat shot hiervoor, dat was met
Dus ik heb een hogere resolutie bij haar ingesteld van de video. En dat wisten niet dat dat kon. Dat kunnen jullie ook doen bij foto's en video's. En daar kan je het aanpassen naar een hogere resolutie. En nu is ze helemaal verbaasd. I'm very excited about this. Dus pas het aan. And be like, become like Daphne. Airbnb! Destination! Ice cream! Happy child one. Happy child two. Happy child three. That's a really good idea. Wij zitten nog even later op weg te gaan. Because like to go to Japan, you have to like go off of like the west coast and then wrap around the other side. Wij zitten in de trein naar Sofia en als echte Nederlanders hebben we gewoon lekker een broodje zelf gemaakt. Lekker cheap. Wij zitten in de trein naar Sofia en we hebben Malaga achter ons gelaten. En ik vond Malaga echt super leuk. Het is heel modern. En heel veel hippe leuke straatjes met allemaal barretjes en een heel chill strand. Dus zeker wel een goede bestemming als je gewoon met vriendinnen wil chillen en op het strand wil liggen. Maar ook gewoon naar hippe barretjes wil gaan in de avond en gezellig iets wil drinken. Dus zeker een aanrader. En nu zitten we in de trein naar Sevilla en daar zie ik jullie dan weer in de volgende vlog. Doei doei!